Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat wat wolkenvelden vooral over de zuidelijke helft van het land zich hebben uitgebreid. In het noorden is nog vrij geregeld de zon te zien. Ook in het zuiden breekt soms wel even de zon door. Er staat vandaag niet al te veel wind en het wordt nog vrij warm zo'n 22 tot lokaal 25 en misschien zelfs als het een beetje mee zit 26 graden. Later vanmiddag en vanavond dan komen er een aantal buien tot ontwikkeling, met name in het oosten en noordoosten van het land, en daarbij is ook een klap onweer mogelijk. Later op de avond worden de buien geleidelijk aan minder, maar met name in het noordoosten blijft een bui mogelijk. Overwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 20. Dat is ook zo'n beetje de maximumtemperatuur van morgen, want morgen wordt het 21 tot 23 graden met veel bewolking, soms ook wat zon en vooral in het binnenland een enkele bui. Er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4. Ook zondag, maandag en dinsdag hebben we een veelal westelijke wind. Vooral zondag is er nog vrij veel bewolking, een enkele bui, soms ook wat zon. Middagtemperatuur dan een graad of 20. Maandag en dinsdag hooguit een enkele bui, wat vaker zon. De middagtemperatuur ligt dan rond 19 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl